Hoi en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik ben weer bij Danny thuis. Mijn moeder heeft me gebracht omdat ik natuurlijk niks kan met mijn voet. Dus ik ben benieuwd hoe deze week er voor mij uit gaat zien. En ik hoop dat ik gewoon echt snel weer kan lopen, want ik vind dit zo naar. Ik kan ten eerste niet op krukken lopen. Ik ben echt een maloot gewoon. En ten tweede vind ik het gewoon echt super naar om elke keer dingen even te moeten pakken of zo. En dan moet ik weer hinkelen en ja, het is echt niks. Dus ik hoop gewoon echt dat ik snel weer iets kan. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En nou, ik kan al een beetje leunen op mijn voet. Dat is een vooruitgang met gisteren, want gisteren kon ik echt nog niet op staan. Dus als ik nu, kan ik zeg maar een heel klein beetje op mijn hak leunen. Maar ja, wel een beetje met steun van mijn kruk. En ik ben gewoon nog steeds kreupel, dus dat is echt niet chill. Ik hoop gewoon dat het snel beter gaat en ik probeer gewoon snel dingen op te pakken, zodat het ook niet te lang duurt en dat het niet te lang stil ligt, zeg maar. Want dan ben ik bang dat het alleen maar erger wordt. Dus dat is een beetje de situatie nu. Soms vraag ik me echt af wat ik doe op een dag. Ik heb vandaag gewoon echt niks uitgevoerd. Ik heb een beetje op mijn laptop gezeten. Ik heb Jellab besteld met zo'n lamp en zo'n heel pakketje, zeg maar. Ja, ik heb wat voor school gedaan. Ik heb wel 2 lessen gehad. Ik vraag me soms echt af wat ik doe. Dan denk ik, oké, het is alweer etenstijd. Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ik zou vast niet de enige zijn in deze coronatijd, maar ja. En nu met mijn voeten helemaal, want ik kan eigenlijk ook nergens heen. Ik kan niet lopen. Ja, ik heb vrij weinig gedaan vandaag. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik ga beginnen aan school. Ik moet een opdracht weer vrijdag inleveren met een groepje. Dus ik ga er nu aan beginnen. En vanavond komen Sam en Armel gezellig spelletjes spelen. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Dus ja, ik ga beginnen. Weer een foot update. Hij ziet er nu zo uit. Ik heb gewoon geen enkelbot meer. En hij is ook best wel blauw. Hier aan de onderkant ook vooral. Dus ja, ik probeer er gewoon steeds meer op te staan. Maar ja, hij is nog wel echt heel dik. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik heb alweer eventjes aan school gezeten. Ik heb een college gehad en gegeten. Ik heb een beetje laat ontbeten om 2:30. Maar ja, dat gebeurt wel eens gewoon als je aan school zit. En dan wil je gewoon even iets afmaken. En dan denk je, oké, ik fix het eerst. En dan ga ik eten. Dus ja, dat is gebeurd. En nu ga ik nog eventjes de laatste dingen afmaken voor school. En dan ga ik alvast mijn spullen pakken, want morgen ga ik weer naar huis. Dan heb ik een proefdag bij mijn nieuwe werk, als ik natuurlijk aangenomen word. Ik hoop dat het lukt met mijn voet. Ik kan op zich wel weer een beetje staan, een beetje lopen. Het ziet er niet heel top uit, maar ja, ik dacht ik moet 3 uurtjes. Ik trek mezelf er wel gewoon doorheen. Ze weten dat ik last heb, dus het moet lukken. Dus dan ga ik zomaar alvast mijn spullen even pakken. Ik heb weer echt iets prachtigs onder mijn neus ook. Echt geweldig. Ja, het doet ook echt best wel pijn. Het is echt zo'n naar plekje. Het is niet echt een pukkel. Maar ik weet niet wat het wel is. Ik hoop dat het snel weggaat. Hoi, het is vandaag vrijdag. En ik ben door mijn moeder opgehaald bij Danny. Omdat ik natuurlijk nog zelf niet kan rijden. En het OV ook niet heel handig was met al mijn spullen. Dus nu ben ik weer lekker thuis. En ik heb een aantal pakketjes gehad. Dus ik ga nu even samen met Gina het nagelpakketje unboxen. We hebben pink gel-lak besteld, omdat we zelf onze nagels wilden gaan doen met gel-lak. Dus ik heb nu deze hele grote doos binnengekregen en we gaan even kijken wat erin zit. Oké, we hebben als eerst de pink gel-lak remover en de pink gel-lak cleaner. En hier ontvet je eigenlijk je nagels mee voordat je het erop doet. En hier houdt het natuurlijk mee af. Dan, wat zit hierin? Ik ga even zien of het ook oh, de kleuren. Oh. Pak jij maar jouw kleur. Deze? Ja. Oeh, hij is wel welke mooi. Welke is het? Sky Gray heet die. Oké. Een mooi kleurtje hoor. Ja, hij is heel mooi. En dan hebben we een creamy taupe kleur. En die heeft mijn moeder uitgezocht. En dan hebben we nog... Ja, niet. Nee, dit is geen kleur. Oh, dit is een olie. Dit is de olie voor je nagelriemen. Die kan je erop doen als je het eraf gaat halen. Maar ook gewoon lekker voor daarna. Dan heb je weer lekker frisse handen. Verzorging. Verzorging.
Even kijken. Dan hebben we van die blokveilen. Ik weet niet of je dat zo noemt. Om zeg maar je nagels mee op te veilen voordat je het erop doet. Dan zijn ze ruw. Wat nice. Dan zo heb ik. Oh, is het niet. Dit, hier zit iets van een touwtje of zo. Misschien dat ik het hier open moet maken. Van die rollen gekocht. En volgens mij zijn die 1000 stuks. Als je het eraf gaat halen, moet je één zo'n dingetje met aceton of met die remover vullen. Dan op je nagel leggen en aluminiumfolie eroverheen doen. Zo. En dan gaat het eraf. En hier kan je ook dus voor het ontvetten van je nagels, dan doe je dat erop en dan is zo. Oké. Dus ik heb 2 van deze hele grote rollen. Zo. Oh, die heb je hier ook opgemaakt. En dan de set. Dit is dus een soort beginnersset. Met, ik zal even die doos weghalen. De lamp zit erin. Er zit een kleurtje lak in. Een primer. Een base coat en een topcoat. En dan nog wat vuil dingetjes. Okay, dit is de stekker. Dit is de kleur die ik heb uitgezocht. Dat is Lipstick Red. Die droeg ik eigenlijk altijd toen ik mijn nagels gewoon ergens moest doen. Oh, die is echt mooi. Ja, die is mooi, hè? Ja, die is heel mooi. Even kijken wat hierin zit. Echt mooi. Oh, dit zijn die base. De primer hebben we hier. Dan hebben we de base extent. Dat is dus eentje die nog beter schijnt te zijn dan de normale base. En de Ultra Shine Top Coat. We hebben nu nog geen matte besteld, maar misschien heb ik dat wel gaan doen. Maar met deze kleurtjes vind ik de shine eigenlijk wel gewoon leuk. En dan de lamp, of course. Het is een klein lampje, dus dat is handig als je mee wil nemen. Maar ja, je moet dus wel eigenlijk gewoon eerst deze vingers doen en dan bijvoorbeeld je duimen. Ja, het was tegelijk normaal ook niet zo, toch? Nou, in een grote lamp kan je alles tegelijk doen. Dan kan je hem gewoon zo neerleggen. Ik heb dat nooit gedaan. Bij een nee, maar vaak hebben salons ook die kleine. Oh, oké. Okay. Maar wel heel handig om mee te nemen dus ook. En dan zitten hier nog wat dingetjes in, zoals een vijl. Zo'n houten stokje dat je je nagelriem een beetje naar beneden kan doen. En wat cleaner dingetjes. Ja, als probeersel eigenlijk, denk ik meer. Maar die hebben we al gewoon extra gekocht. That's it. Nice. Best wel veel hoor. Ja, best veel hè. En we gaan morgen gaan we allemaal elkaars nagels lakken. En dan gaan we kijken of we het ook kunnen. Dat is nog wel een ding. Ja. Ik kan sowieso niet bij mezelf. Dus nee, ik ook niet. We moeten het wel bij elkaar. Maar ik denk bij anderen wel hoor. Ja, misschien makkelijker denk ik. We gaan het zien, we gaan het zien. Nou, ik lig in bed. Ik heb mijn eerste werkavondje gehad. Ik moest maar 3 uurtjes. Maar het was echt wel gezellig en echt wel leuk. Dus ja, ik moet zondag weer 3 uurtjes en dan ga ik gewoon kijken wat voor dagen ik zou kunnen werken en zo. Maar ja, eerste indruk was eigenlijk goed, dus dat is fijn, want dan heb ik gewoon weer lekker een baantje. En nu ga ik lekker slapen en dan zie ik jullie morgen weer. Doeg! Goedemiddag, het is vandaag zaterdag en wij hebben allemaal onze nagels door elkaar laten doen met het Pink Jello pakket wat ik had besteld. Ik ben voor de rode kleur gegaan, want die had ik ook zelf uitgezocht. Het is echt wel goed gelukt. Dit heeft mijn zusje voor me gedaan. De nagels zijn nog een beetje kort, maar het is nu de bedoeling dat ze natuurlijk gewoon lekker gaan groeien. En dat ze dus niet zo snel afbreken met dit. Dus ja, ik ben er heel blij mee. En ik ga nu een video filmen van dat een stylist mijn outfit kiest. En dat wordt een aparte video op mijn kanaal. Dus die zien jullie binnenkort verschijnen. We hebben een nieuw spelletje besteld. Namelijk Ticket to Ride. Ik zag iedereen dat overal spelen. En ik dacht, nou, misschien is het wel leuk. Dus ik heb het maar gewoon besteld op Bol. En misschien gaan we vanavond wel even uitproberen of het wat is. En anders misschien morgen. Maar nu eerst ga ik met Gina een ander spelletje spelen. Namelijk Lost Cities. Dit is echt een tip voor 2 personen. Dit spel kan ook echt alleen maar met 2 personen. Maar het is echt een leuk spel. Het duurt ongeveer, wat staat hier, staat een 30 minuten. Ik denk dat dat ook wel klopt. Per ronde zeg maar, per keer. En ja, het is best wel gewoon een leuk spel. En het blijft ook leuk. Dus dit is een tipje voor mensen die met 2 personen spelletjes willen spelen. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik heb lekker gedoucht.
Ik heb deze week intens weinig gefilmd, omdat natuurlijk ik met mijn voet zat en ik ook gewoon heel weinig heb gedaan. Dus misschien is het een beetje een saaie vlog deze week, maar ja, ik kan er ook niet echt iets anders van maken. Ik ga nu de beelden alvast op mijn laptop zetten en kijken of ik er wat van kan maken. En dan ja, hoop ik dat het misschien alsnog een beetje een leuke vlog wordt, maar we zien het wel. Ik kan niet presteren onder druk. Ik heb mezelf klaargemaakt voor werk en ik heb voor het eerst onder mascara opgedaan. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind, maar ik denk dat het misschien wel beter is. Dat het een soort van wat sprekender maakt of zo. Dus ik dacht, ik probeer het gewoon. Dus ik ga nog even wat eten maken en dan ga ik zo naar werk. En ik krijg gelukkig na werk daar te eten. Dus dan krijg ik rond 8 uur avondeten en dan weer lekker naar huis. Zo, ik ben weer klaar met werken. Het was een super drukke avond, maar wel echt top om mee te draaien. Zodat ik ook een beetje zie hoe het gaat als het heel druk is. Het ging goed en ik heb ook mijn contract getekend. Dus ik heb gewoon een leuk nieuw bijbaantje erbij. Nu ga ik lekker klaarmaken voor bed en slapen. En ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat het, ondanks dat ik niet heel veel gefilmd heb, alsnog een leuke vlog was. Dus doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En abonneer op mijn kanaal als je nog niet geabonneerd bent. Zie ik jullie volgende week weer. Doeg!